de afsluiting gehad van Fokdag van Fokvereniging Noord en Zuid-Holland. Het is een dag die prima verlopen is. Complimenten aan de organisatie. Er is ook wat gedaan met de tip van vorig jaar om het middagprogramma wat vlotter te laten verlopen. We hebben vanmorgen een hele mooie veulenkampioen gehad in nummer 35. Een heel mooi compleet jouwenveulen met een prachtig frontje. Er was een eerste premie Twente Merrie. En de rubriek driejarigen kende veel kwaliteit. Met name vielen ze op door een hele goede rasuitstraling en een complete bouw. De twee driejarigen die er bovenuit staken en kampioen en reservekampioen van vandaag werden, waren een hele mooie onnemerrie met heel veel statuur en beste bewegingen. En een reservekampioen deed er niet veel voor onder. Ook een heel compleet paard. Benieuwd wat ze op de centrale keuring gaan doen.